alle Haagse kampioenen van 2013. Tijdens het Haag Sportgala in het AFAS Circus Theater zijn de Haagse sportman, sportvrouw, sporttalent, sportcoach en sportploeg van het jaar 2013 bekendgemaakt. Alle kampioenen kregen hun medailles omgehangen door spelers van de ADO Den Haag selectie. En Sarina Wiegman, trainster van de ADO Den Haag vrouwen, reikte de prijs uit voor de beste sportcoach. En dat deed ze aan beachvolleybalcoach Gijs Ronnes. En dat was een bijzondere verrassing voor ADO Den Haag icoon Lex Schoenmaker. Daar staan we weer, Karsten, want jij gaat een hele bijzondere prijs overhandigen. Dat klopt inderdaad, Bas. Vertel eens even wat meer daarover. Volgens mij gaan we naar een filmpje kijken. Oké. Schoenmaker. Mooie dieptepaas aan Ressel. Ressel is vrij, maar moet links schieten en gewint goal. Ja, goal! Wat ik betekend heb voor de voetbalsport in Den Haag, je had vroeger een heel groot elftal, dat heette Fortuna 54. Daar zaten een paar helden in toen. Jan Noteman scoorde van de hart. En daar keek ik nou op. Toen je eenmaal zelf daar tegen ging spelen, dan hoopte je dat de spelers naar jou op gingen kijken. En dan ben je een soort voorbeeldfunctie. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor de jeugd van tegenwoordig. Ja, dat is een wissel en dan komt de kans daar. Een uitstekende kans in het doelpunt. Ja, het is het doelpunt. De jeugd van tegenwoordig identificeert zich met de top die nu speelt. En dat wil ik ook graag blijven uitdragen. Dat ze kijken naar de grote mensen. Dames en heren, hij dacht dat hij hier aanwezig was om wat prijzen uit te reiken. Maar mag ik naar voren vragen, Lex Schoenmaker? I'm sexy and I know it. Logischerwijs begon je bij ADO in het hoogste jeugdelftal te spelen, maar het duurde niet heel lang voordat je in het tweede en het eerste elftal kwam. Daarna volgde al snel de eredivisie. En bij je debuut in Utrecht in de wedstrijd DOS-ADO scoorde je direct vanuit een strafschop. Dat is volgens mij een geweldig begin. Je hebt hele mooie tijden meegemaakt met ADO, zoals de tour van 7 weken door Amerika, het winnen van de KNVB-beker in 1968, dames en heren, en het debuut in de Europa Cup 2. En dat alles bracht jou eigenlijk tot een Haagse bekendheid, maar ook tot een landelijke bekendheid. We hebben verteld dat het niet onopgemerkt voorbij ging. We hadden net al een kleine hint met die muziek die hier werd gespeeld. Dat jij met je half lange haar op je poeg door de stad reed met een heel hoog stuur van Transvaal naar het Zuiderpark. En dat je toen inderdaad Sexy Lexi werd genoemd, dames en heren. Iets wat we... Wat voor mij heerlijk is om eens een keer hier voor al die mensen uit te spreken, want ik ken dat verhaal natuurlijk ook, maar ik vind het erg leuk om dat gewoon eens een keer tegen jou persoonlijk te zeggen. Je bent nog steeds betrokken bij de club. Ik zie altijd als ik er ben, zie ik jou wel weer in een bepaalde hoedanigheid daar rondlopen. Je adviseert, je lobbyt, je bindt. Lex, het is mij een eer om je te kunnen zeggen dat jij vandaag van ons de Oeuvreprijs krijgt. Voor alles wat jij voor Sportief Den Haag hebt betekend. Van harte gefeliciteerd. Hou hem vast. Dames en heren, Lex Schoenmaker.